Dames en heren, hartelijk welkom bij deze perspresentatie. De presentatie van de Veiligheidsindex 2012. Het is de 10e keer dat de Veiligheidsindex op deze manier zo wordt gepresenteerd. En de cijfers gaan over 2011. Het is goed om nog iets over de methode van het meten te zeggen. Want de Veiligheidsindex in Rotterdam in zijn wetenschappelijke benadering gebaseerd is op een soort gewichtenbenadering. Een derde van het gewicht wordt ontleend aan de objectieve ontwikkelingen van de veiligheid in de stad, zoals die bekend zijn in registraties en et cetera. Een tweederde van het gewicht wordt toegekend aan de subjectieve waarneming van de bewoners zelf. En het is een enquête onder 16.000 Rotterdammers. Dat is een representatieve onderzoek. En de enquête is genomen in 2011 op twee verschillende momenten in het jaar. In het voorjaar en in het najaar. Dan wil ik graag even stilstaan bij het eerste generieke plaatje dat we kunnen laten zien. De veiligheidsindex in Rotterdam is ook afgelopen twee jaar gestegen. We zijn van een 7,3 naar een 7,5 gegroeid. En we komen in 2001, toen de methode voor het eerst werd geïntroduceerd, van een 5,6. De stijging ten opzichte van vorig index van 7,3 naar 7,5... is een stijging zowel in het objectieve deel van het onderzoek als in het subjectieve deel. Dus beide indicatoren laten gemiddeld een stijging voor de stad zien. Het is een belangrijk resultaat waar we als stad tevreden mee zijn. Maar vooral ook een moment om te melden dat het een resultaat is dat bereikt is dankzij inzet van velen in de stad. En het gaat niet alleen om de partners die altijd in de driehoek vertegenwoordigd zijn, politie en justitie, maar zeer zeker ook heel veel gemeentelijke diensten die daar een hele belangrijke bijdrage aan hebben geleverd. Niet te vergeten stadstoezicht, roadtape bijvoorbeeld. Het schoonhouden van de stad werkt enorm door in de waarneming van burgers ten aanzien van hun eigen stad. Gemeentewerken, openbare verlichting om maar zo'n voorbeeld te noemen, wat ook een punt van aandacht is geweest de afgelopen periode. Maar ook heel veel diensten van onze deelgemeenten die daaraan bijdragen. In de persoon van de voorzitters van de deelgemeenten zelf, maar ook de wijkmanagers en de andere mensen die verbonden zijn met deelgemeenten, die soms dag en nacht bezig zijn met dit vraagstuk. Dus een gezamenlijk resultaat. Maar veiligheid vraagt om permanente aandacht. Deze cijfers gaan over 2011. We signaleren in het begin van 2012 op het onderdeel roofovervallen een stijging. Die is in deze cijfers op deze manier zo niet zichtbaar. Maar ik heb die cijfers voor u meegenomen, voor zover u daarin geïnteresseerd bent, voor 2012. Het is wel even opletten, omdat de cijfers die de korpsleiding met enige regelmaat presenteert, gaan over de regio. Dat is ook wel logisch, want we hebben een regionaal korps. Vandaag geef ik u uitsluitend de Rotterdamse cijfers. Dus als het gaat om de roofovervallen in Rotterdam, in januari hebben we er 30 gehad. Dat waren er in dezelfde periode vorig jaar 22. In februari hebben we geregistreerd 33 en het waren er in vorig jaar, dezelfde periode, februari 20. Ik kondig alvast aan dat de driehoek een brief in de maak heeft richting de gemeenteraad, die naar verwachting volgende week maandag, dinsdag naar de gemeenteraad zou gaan, waarin we aangeven hoe wij met deze nieuwe ontwikkeling rondom high impact crime in de stad zullen omgaan. Terug naar de veiligheidsindex. Volgende sheet. En dit moet u wel even zien, want het loopt nu al een tijdje, maar zometeen begint u alweer. De teller moet u in de gaten houden linksboven.
Dat zijn de jaartallen. En dan moet u daarbij de kleuren van de stad in de gaten houden. Dan komt hij. 99. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Geen rode vlekken. Het is een plaatje die ik voornamelijk heb gemaakt voor Arno Bonte, maar die is niet in ons midden. De stad verkleurt naar groen. Maar zijn fractiegenoot is er wel. Maar de plaatje laat zien dat we geen rode vlekken meer in de stad hebben. Als je dat vergelijkt met 2001, dan is dat een significante verbetering. Want rode vlekken staan voor onveilige wijken. En die hebben we volgens de genormeerde wetenschappelijke onderzoeksmethode die gekoppeld is aan dit onderzoek, hebben we niet meer in de stad. Volgende sheet graag. Dan hebben we in de volgende sheet hebben we de Rotterdamse wijken ingedeeld naar categorieën. Dat vindt u ook in het rapport, dat kunt u maar rustig naslaan. Van de 35 van de 64 Rotterdamse wijken hebben het predicaat veilig. We hebben geen onveilige wijken, dat ziet u aan het ontbreken van de kleur rood in de kolommen. En het aantal probleemwijken is gedaald van 6 naar 2. Dat ziet u ook onderaan de rechterkolom. Volgende sheet graag. Wij hebben bij de vorige veiligheidsindex hebben we een aantal wijken geïdentificeerd, waarbij er sprake was van een verslechtering, dan wel een zorgelijke ontwikkeling in de veiligheidsbeeld, zowel objectief als subjectief. Daarom hebben we besloten in 2009 als driehoek vier wijken aan te wijzen als focuswijken. Oude Westen, Hillesluis, Nieuwe Westen en Tarwewijk. Wat we zien in de meting 2 jaar later is dat in al deze wijken sprake is van een stijging, soms een significante stijging. Kunt u zien bijvoorbeeld aan het Oude Westen, die gaat van de 4,1 naar 5,9. Maar Tarwewijk maakt een bijzondere sprong van 3,9 naar 5,5. In de veiligheidsindex 2010 hebben we toen besloten drie extra wijken aan te wijzen als extra focuswijken: Bloemhof, Zuidplein en Kool. En de trend bij deze laatste tabel is dat er 2 van de 3 gestegen zijn, alleen Bloemhof daalt. En ten aanzien van Bloemhof, daar kom ik zo nog op terug, dat zit hem eigenlijk voornamelijk in het subjectieve deel van de veiligheid. De conclusie is dat de intensieve aanpak werkt. 6 van de 7 focuswijken stijgen. Er is, kan ik u wel verzekeren, behoorlijk wat tijd en energie is gaan zitten, ook van de leden van de driehoek en de gemeentelijke diensten zelf. Ik loop ze nog even langs, dan heeft u nog een beeld van de werkwijze in deze focuswijken, wat die geweest is. Oude Westen bijvoorbeeld, daar zijn de resultaten voornamelijk gehaald in de aanpak van drugsoverlast en het oppakken en bestrijden en wegjagen van de dealers. Er is onder leiding van de stuurgroep van de driehoek is er 4 keer met de bewoners een stuurgroep veilig in de wijk belegd om met de bewoners te praten over hun eigen waarneming van de veiligheidsontwikkeling en hun in staat te stellen met ideeën en suggesties voor de verdere verscherping te komen. En dit is dan het resultaat. In Hillesluis het resultaat met name gehaald op terrein van schoon en heel. Daar is de driehoek 4 keer in het openbaar geweest om te vergaderen met de bewoners en ook afspraken te maken en diensten daar vandaan aan te sturen. Aandacht blijft wat ons betreft nodig in Hillesluis voor het onderwerp overlast. Nieuwe Westen, daar is heel veel uit de kast gehaald. Het programma Schouder aan Schouder. Het is goed om te weten dat ik niet zo lang geleden nog richting de gemeenteraad een uitvoerige brief heb gestuurd over de resultaten van die aanpak. Die heeft geleid tot zo'n 130 aanhoudingen van drugsdealers, het sluiten van panden, maar ook in gang gezette ontmanteling, zoals ik dat zo mag zeggen, van criminele families. Enkele leden daar vandaan
worden thans waargenomen in het zuiden van Nederland. Van die lui die daar, voor wie het te heet is geworden in Rotterdam. Vandaar dat wij als driehoek, de collega driehoek in Maastricht hebben uitgenodigd om de komende week naar Rotterdam te komen. Om met elkaar af te spreken hoe kunnen wij verder gecoördineerde maatregelen treffen om te vermijden dat een weglekeffect richting andere gebieden van Nederland aan de orde is. Dan heeft de stadsmarinier daar opgezet het project 10.000 ogen. Het betrekken dus van de bewoners bij het goed kijken naar criminaliteit. De buurt bestuurt. Nieuwe Westen is zelfs het bakermat van deze aanpak. Die is in 7 wijken ontwikkeld in 2011. Daar zijn wij als driehoek 4 keer in het openbaar wezen vergaderen met de bewoners. En aandacht blijft daarvoor overlast en geweld. Ik kom straks, als het gaat om het Nieuwe Westen, nog terug op 1 wijk die de komende periode onze bijzondere aandacht zal gaan hebben. Dan de Tarwewijk. Daar is met name sprake geweest van intensief beheer, inzet op schoon en heel en sluiten van drugspanden. Daar is afgelopen tijd behoorlijk geïnvesteerd ook in het inzetten van het bestuursrechtelijke mogelijkheden die de burgemeester heeft om panden te sluiten. Daar is de driehoek 5 keer in het openbaar geweest met de bewoners. En er is een zeer actieve groep bewoners, lichtblauw, die daar zelf surveilleert. Gemiddeld 1-2 keer in de week met de stadstoezicht en de politie. Om lage, drempelige vormen van overlast en criminaliteit te signaleren. En dat door te geven aan de gemeentelijke diensten. Dat werkt buitengewoon preventief. Bloemhof. De daling in Bloemhof is volledig te signaleren in het subjectieve deel, niet in het objectieve deel van de gegevensverzameling. Objectief is zelfs Bloemhof licht verbeterd. Eind 2011 is daar een groep overlastplegers opgepakt voor inbraken. Repressieve aanpak met huisbezoeken, maar is ook aandacht voor hulpverlening aan gezinnen. En er is de driehoek 3 keer in het openbaar geweest om te vergaderen met de bewoners. Het beeld wat komt uit die openbare bijeenkomsten met de bewoners is dat een extra programma voor Bloemhof nodig was. En die is gisteren door de driehoek ook geaccordeerd. Ik zal de gemeenteraad van Rotterdam de komende dagen daarover nader informeren. Dat is een zeer intensief pakket dat lijkt op de inzet van de afgelopen periode in het Nieuwe Westen. Waarbij een interessante balans wordt gevonden tussen een stevige repressie, schoonvegen met de harde bezems, gepaard gaat aan sociale aspecten van het benaderen van gezinnen, kijken of de dingen verbeterd kunnen worden in de sfeer van hulpverlening, werk en onderwijs. De wethouder onderwijs en jeugd is daarbij ook in persoon betrokken. Zuidplein is eigenlijk een goed lopend toezichtsmodel, met name parkeeroverlast behoort tot het verleden daar. Ik moet u overigens zeggen dat in die driehoekbijeenkomsten die wij beleggen in het openbaar, parkeren steeds een terugkerend thema aan het worden is, waarmee veiligheid eigenlijk een beetje opschuift richting leefbaarheid. Het is wel een interessant thema om dat te zien, ook in de wandelingen die wij maken met de bewoners in die buurten, komt parkeren met enige regelmaat als een dringend thema. Het heeft te maken met besluiten van de gemeente om vanuit het centrum geredeneerd naar de randen steeds meer betaald parkeren in te voeren. En dat de andere parkeerders steeds weer de grenzen opzoeken om eroverheen te gaan met alle consequenties van dien. Maar leefbaarheid is dus in de ogen van de bewoners, zo is mij duidelijk geworden, een indringend onderdeel van hun gevoel van veiligheid. Kool, Nieuw Werk, Dijkzicht. Daar is met name geïnvesteerd in wat wij noemen de patseraanpak. Dat zijn die jongens van 2021 die in al te dure auto's rijden, al dan niet gehuurd bij verhuurbedrijven die wij van alles nog wat verdenken. Zijn wij als het ware de strop eromheen aan het leggen voor de komende periode om ervoor te zorgen dat die uit de markt worden genomen. Dat is een aanpak waarbij we proberen ook de zichtbaarheid van dat soort patserachtige figuren in de stad weg te halen. Want dit trekken ook allerlei jonge jongens die daar rondom het Schouwburgplein gaan staan kijken, geïmponeerd worden door al dat moois en denken van als hij 20 is aan die auto kan komen, lukt mij dat op mijn 18e ook. Dus wat dat betreft is daar een zeer intensief programma mee bezig. Vaak aanhouden, aan de kant controleren en dan denken die jongens, nou ik ben er mogelijk vanaf. Mis,
over 2-3 maanden, dan moet je echt langskomen, want dan moet je al die feiten die inmiddels verzameld zijn, goed gaan verklaren. En als het je niet lukt, dan heb je echt een probleem. Dus die patseraanpak is met name voor het centrum van de stad een hele belangrijke. Maar ook daar geldt schoon en heel is belangrijk. En daarbij is intensieve samenwerking met het deelgemeente centrum, het stadsmarinierscentrum. En daar zijn we ook 3 keer in het openbaar wezen vergaderen met de bewoners. Ik gaf overigens aan dat in het centrum, in het Oude Haven, een steeds terugkerend thema is geluidsoverlast als gevolg van het uitgaan. En dat heeft nu bijzondere aandacht. Ik zal op enig moment de gemeenteraad daar separaat over informeren, omdat we daar met vernieuwende aanpak bezig zijn. En die zal ook samen met de wethouder op jeugd zijn beslag krijgen in de nieuwe nota over drugs en alcohol. Enkele opvallende ontwikkelingen, volgende tabel. De Beverwaard maakt een daling van 1,8, dat is fors. Volledig in het subjectieve deel te vinden. Het effect van een aantal, uit mijn hoofd gezegd, 2 stevig drugsgerelateerde geweldsincidenten. 2 moorden, simpelweg, die daar nog steeds nadreunen. En dat is nog steeds het gesprek van de dag. Die zijn niet overgewaaid. En in het Nieuwe Westen zei ik dat er nog een bijzonder gebied wat mij betreft wat de aandacht vraagt. U zult mij de komende tijd als het gaat om de veiligheid in het Nieuwe Westen niet langer horen praten over Delfshaven als geheel. Want dat vind ik nu volstrekt niet meer nodig. We praten nu over een ingezoomd gebied tussen dijken. Daarvan hebben we ook besloten als driehoek dat tussen dijken ook een stuurgroep veilig in de wijk gaat krijgen. Wij gaan ons met z'n drieën daarmee bezighouden de komende periode op eenzelfde manier zoals we dat elders in de stad gedaan hebben. We signaleren daar een toename van de drugsproblematiek. Er is in de voorbije tijd zijn er al behoorlijk wat schietpartijen geweest. Sinds overigens die stevige aanpak waar we nu over spreken, is er geen schietincident meer geweest. Dacht ik, kijk even de deelgemeentevoorzitter, dat is sinds juni vorig jaar niet meer. Dus wij gaan het nu verbezonderen in tussendijken om te proberen ook dat gebied volledig weer in het groene te krijgen. En Katendrecht maakt een hele bijzondere sprong voorwaarts, van 7,1 naar 9. En dat zit ook bijna in zijn geheel in het subjectieve deel. Dat staat eigenlijk model, wat ons betreft, als driehoek voor een wijk in balans. En dan zie je dat investeren in de sociale omgeving, maar investeren ook in groen, in de bebouwde kom, in goede horeca, goede winkels, et cetera, een wijk oplevert waar, nou ja, dit komt van heel diep naar in een aantal jaren naar 9. Dat staat model voor hoe het ook verder zou kunnen. Maar daarvoor trekken we ook 20 jaar uit om aan Zuid te gaan sleutelen. Tot slot. Wat ons betreft is dit een prima cijfer, een bemoedigend cijfer. Maar op onderdelen blijven delen van de stad kwetsbaar. En daar moeten we aan blijven werken de komende tijd. Niet in de laatste plaats als het gaat om de high impact crime, straatroven, roofovervallen en woninginbraken. Die hebben ongelooflijk veel impact op mensen. De korpschef heeft daar afgelopen week in een ontmoeting met de pers daar een en ander over gezegd. Daar komt een brief over naar de gemeenteraad de komende periode. En dan zullen we daar nog veel meer gedetailleerd spreken over wat we daarmee aan het doen zijn. Ik krijg wel eens telefoontjes van bewoners die zeggen van, ik zie een helikopter boven de stad cirkelen. Wat is er nou weer gebeurd? Ik kan u geruststellen, dat is soms ook gewoon preventief. Dat is in de balans van het zoeken van goede momenten, dat je denkt van, nou, als je kijkt naar de statistieken, is er dat tijdstip gebeurd als wat in de stad. We gaan maar alvast preventief boven de stad hangen. Tegelijkertijd is er ook een forse inzet ook nodig in de preventie. We redden het niet als we praten met bewoners en we zien waar hun belangstelling naar uitgaat met alleen repressie. Dat is nooit het geval geweest, daar gaan we het ook nooit mee redden. Inzet van schoon en heel blijft van cruciale betekenis. Wij hebben recent een wandeling gemaakt met een straatcoach op Zuid. En als je dan ziet wat die man in zijn eentje boven water krijgt mensen die denken dat ze geld kunnen verdienen aan Oost-Europeanen door de kelder te vertimmeren tot slaapplaats. Werkelijkheid. Dat zijn zaken die leiden tot onveiligheidsgevoelens bij mensen. Het is sociaal ongewenst. Er moet een einde aankomen. En daarom
is het belangrijk dat deelgemeenten en de gemeentelijke diensten die niet direct een beeld hebben van veiligheid, blijven investeren in dat soort onderdelen, want ze werken door in leefbaarheidsgevoelens van heel veel bewoners. Ik kan het niet blijven benadrukken. Maar het is ook belangrijk dat wij in de gezinnen kijken soms. Afgelopen week de aanhouding van 2 13-jarige jongens die een roofoverval op een supermarkt aan het plannen waren, daar ook nog nepwapens voor hebben verworven, een brommer tot hun beschikking hebben, een verkeerde film hadden gezien, een nummerplaatje alvast hebben afgeplakt. En ik snap de gevoelens van velen die zeggen, daar moet je het volwassen strafrecht op van toepassing verklaren. Lees vandaag de eigenaar van de supermarkt. Dus die gevoelens bagatelliseer ik geenszins. Maar het geeft te denken dat kinderen van 13 niet met een balletje aan het trappen zijn, of een heitje voor een karweitje aan het doen zijn, of huiswerk aan het maken zijn, maar een roofoverval voorbereiden. Dat vraagt toch om inzoomen op dat maatschappelijke fenomeen. Het vraagt om inzoomen in de gezinnen ook, maar in de ouders. Wat deden de ouders? En waarom ontstaat het beeld in dat gezin dat dat kan? Dus de benadering die de korpschef heeft aangekondigd afgelopen week, dat we ook ons gaan bedienen van de wetenschap. Verwerda is in huis gehaald om met ons verder te kijken. Wij werken ook samen met de Universiteit van Rotterdam op een aantal andere terreinen. Willen we meer van dit soort fenomenen weten, omdat naast de repressie en sociale hulpverlening ook begrijpen wat er in dit soort gezinnen aan de orde is. Wat maakt dat een jongen van 13, 14, 15 op roverstocht gaat? Daar moeten we meer begrip voor hebben. Wat nooit overigens betekent dat de straffen, repressieve aanpak niet aan de orde zou zijn. Maar het gaat om een evenwichtige aanpak. Nou, dit is wat wij de komende tijd willen blijven gaan doen. En dat neemt niet weg dat ook het blijven betrekken van de bewoners van cruciale betekenis is. Die roofoverval, die kon de politie alleen ontmantelen omdat er oplettende burgers de politie hebben ingeseind dat die twee dat aan van plan waren. Dus die samenleving is van grote betekenis uiteindelijk om dit soort resultaten te bereiken en te blijven bestendigen. Praten over de bewoners. Ik ga vanavond weer terug naar de bewoners in 3-tal wijken om ze dit resultaat terug te leggen en van hen te horen hoe zij daar weer tegenaan kijken. Dat zal zijn vanavond in de Tarwewijk, Bloemhof en Hillesluis. Dan gaan we de cijfers weer teruggeven aan de bewoners en dan hoor ik graag weer wat zij ervan vinden.